We zijn hier op de markt van Eindhoven. Als CCM hebben we de studenten gevraagd om een robot te bouwen waarmee vanaf een bar drankjes geserveerd kunnen worden op het terras. Wij zijn van Avant Breda. Wij hebben een robokelner gemaakt. Een robuuste constructie en het is heel variabel. We hoeven niks in te geven. We zetten op de tafel gewoon een baken weg en hij rijdt er gewoon zelf naartoe. En dat is het mooie aan onze robot. En hij gaat niks morsen. Ik zie dat de staattafels heel gezellig bevolkt zijn, maar het is de bedoeling dat de mensen het parcours verlaten. Dus op de tweede plaats is geëindigd Tim van de TU Delft. En dan blijft over de winnaar is Avant Breda, het team Bierbot. Van harte gefeliciteerd. Jongens, jullie hebben een geweldige prestatie neergezet. Chapeau.